De groenste speeltuin van Helmond is op dit moment natuurlijk spierwit. Formeel zijn ze nog gesloten, maar door de bijzondere weersomstandigheden toch heel even open. Patrick, de Rijpelroots. Jullie doen je naam op dit moment wel eer aan, of niet? Ja, vanavond nu ja. Je kunt overal nu wel roetsen. Dus ja, zeker. Het is allemaal mooi wit. En mag dat ook op dit moment? Mogen kinderen hier komen roetsen? Ja, wij zijn zondag en maandag hebben de poort open gegooid. Ja. Gewoon gratis naar binnen, doe wat je wil. En ja, wel vanwege de coronamaatregelen. Ja, toch 1,5 meter afstand. Zoveel mogelijk volwassenen. De winkel, de wc's, alles is wel dicht. Dus ouders kunnen wel koffie afhalen to go. Oh, ja, je mag hier nergens gaan zitten. Ja, ja. En dan proberen we komende woensdag nog een keer te doen. De 10e geloof ik. 10 februari. Ja, ja, van 1 tot 5 willen we ook nog even de poort opengooien. Maar gratis toegang. Ja. En ik zie een hele hoop voetstapjes, dus het is al druk geweest. Ja, ja, we hebben zondag en maandag best wel wat kinderen gehad. Gewoon hier uit de wijk, die komen hier voorbij gelopen, de poort is open. Dus ja, kom even binnen, ga even een beetje slee van de bult af. Dus ja, nu kan het allemaal. En hoe is dat nou in de afgelopen maanden geweest, in de coronatijd? Zijn jullie noodgedwongen dicht geweest? Ja, wij zijn sowieso ja, de eerste 2 maanden, hè, de opening, ons 30-jarig bestaan, hebben we allemaal niet kunnen vieren. Dus die maanden die hebben we gewoon gemist. Ja, we zijn eigenlijk 3 weken voor de vakantie al dichtgegaan, omdat de horeca gesloten moet worden. Dus ja, voor ons heeft het dan eigenlijk, kost het alleen maar geld om open te blijven. Even wachten, horeca, jullie zijn toch geen horecagelegenheid? Nee, officieel vallen wij niet onder de horeca. Maar ja, we hebben toch van de gemeente ja, eigenlijk opdracht gekregen om ook geen uitgifte meer te doen. Dus afhalen hier in de speeltuin mocht niet? Nee, nee, op zich, toen mocht dat eigenlijk niet. Terwijl ja, als je dan kijkt denk naar de grotere zaken, de Efteling, Toverland, mogen het eigenlijk allemaal wel. En ja, we hebben geen terras, we hebben geen horeca, dus ja, ik snap niet waarom. Ja, wij geven daar gehoor aan. En, ja. Ja, daar ben je wel verplicht denk ik, hè? Ja, 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 ja. In eerste instantie is het een beetje een advies geweest. Maar ja, toch ook van... ook welwillendheid daarin en ook kijken naar die maatregelen van, ja, leek het ons gewoon slimmer om gewoon dicht te gaan. Maar hoe kunnen jullie dan als stichting het hoofd nog boven water houden? Momenteel niet, nee. Wij kampen steeds met achterstallig onderhoud en ja, speelt stellen hier toch al wel 30 jaar staan. En ja, wij hebben daarin best wel flink wat moeite. Ja, het geld gaat er harder uit dan erin komt, ja. Proberen jullie nog dingen te doen om toch weer meer geld binnen te laten komen? Ja, we hebben nou sinds een week hebben zelf een crowdfunding opgezet. Daarnaast natuurlijk wel de gemeente. We zijn momenteel ook in gesprek met de gemeente om te kijken naar een incidentele subsidie. Ook vervanging van de toestellen. Want dingen die toch lopen, ja, ik bedoel, als je kijkt naar jaarlijks toch echt duizenden euro's alleen al in onderhoud. Ja, we proberen toch zo goedkoop mogelijk te blijven. Maar aan de andere kant moeten we wel bij de tijd mee. Dus ja, dingen gaan hier ook wel wat duurder worden. Ja. Stroomt het geld al binnen? Nee, nee, nee. Dus dat is... dat is een dingetje, maar ja, het is, ja, gewoon even kijken. Iedereen heeft vermoeding nu natuurlijk. Hè. Mensen zitten ook thuis zonder werk, dus ja, alle beetjes helpen, maar ja. Maar als nou iemand thuis zit die zegt, och, ik heb nog wel ergens een ton liggen, dan mogen ze dat komen brengen. Ja, meteen, ja, absoluut. Ja. Dan gaat de poort heel wijd open. Ja, ja, dan glij ik wel over de weg en dan kom ik wel, ik kom ze het zelf nog wel halen. Ja, dus, jullie hebben een website waar mensen eventueel kunnen kijken hoe die crowdfunding in elkaar zit, of doen het op een andere manier? Nee, we hebben op onze Facebookpagina staat de GoFundMe crowdfunding. Maar mensen kunnen gewoon op de site kijken, speeltuinrijpelroots.nl. En daar staat ons rekeningnummer, dus kunnen ze ook rechtstreeks naar ons overmaken. En dan houden we nog net iets meer aan over. Of gewoon langskomen en lekker komen roetsen. Ja, absoluut.